praat nog even verder met onafhankelijk Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum. Dag meneer Sanctorum. Ja, wat bij ons niet mag op vlak van medische dierenproeven doen instellingen als de KU Leuven, maar ook de UCL blijkbaar in Kenia. Heel kort samengevat, waar loopt het fout? Wel, er zijn Europese regels die ook in Vlaanderen gelden voor het houden van dierproeven. En je kan die streng noemen, je kan die laks noemen, maar in elk geval, ze zijn er. Maar als een onderzoeksinstelling nu beslist om proeven te laten uitvoeren ergens ver weg buiten Europa, ja, dan kan dat. En dan gelden gewoon daar de regels van dat land waar die proeven worden uitgevoerd. En dat is eigenlijk een beetje een achterpoort, hè, want bijvoorbeeld in dit geval, wat blijkt, het zijn onderzoekers die met Vlaams overheidsgeld dan wel proeven laten uitvoeren op bavianen, wildgevangen bavianen, wat hier eigenlijk niet kan, in Kenia, in Nairobi, waar natuurlijk heel of geen regels gelden. En hoe weten we dat zo zeker, dat men daar ja, de randjes ervan afloopt of er zelfs overgaat? Wel, er zijn twee aanwijzingen. Men heeft al undercoverwerk uitgevoerd in dat proefdiercentrum in Nairobi. En het liep daar echt wel fout. Wie heeft dat gedaan, dat undercoverwerk? Ja, dat is een Britse NGO rond dierenrechten. Ja. En ja, allee, dat heeft echt wel dat heeft ons allemaal geschokt. Hè. Om een voorbeeld te geven, in Europa mag je niet zomaar jonge dieren, bijvoorbeeld babyaapjes, wegnemen van de moeder. En daar gebeurde dat dan wel. Hè. Al die dieren die werden in individuele kooien gehouden, soms zelfs jarenlang, wat ook hier niet zomaar mag. Dus ja, het waren eigenlijk abominabele toestanden. En waar bent u nu het meest over verontwaardigd dat het gebeurt? Of dat er bovendien ook nog eens geld van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek naartoe gaat? Ja, wel, wat blijkt nu uit wetenschappelijke publicaties, waar Vlaamse onderzoekers aan meewerken, dat proefdierencentrum, waar zo'n schandelijke praktijken gebeuren, ja, dat daar dus die proeven werden uitgevoerd, hè, voor dat wetenschappelijk onderzoek, vanuit Vlaanderen. En daar loopt het dus duidelijk mis. Hè. Hier is helemaal niks illegaal gebeurd. Maar de vraag is het moreel? Ja, ik denk het niet. Dus vandaar mijn vraag aan minister Weitz, sluit dat achterpoortje. Nu, hij leek me wel verrast door wat er gebeurd is en heeft hij ook gevraagd om wat geduld te hebben, want hij wil dit verder onderzoeken eerst. Ja, hij is natuurlijk vaag gebleven. Hè. Dus hij heeft inderdaad gezegd, ja, ik ga het verder onderzoeken, wat prima is. Maar dan moeten natuurlijk ook moeten er daden worden verricht. Hè. En ik hoop dat op vlak van dierproevenbeleid dat we toch wel wat meer vooruit geraken dan nu. Je kan gerust zeggen dat op vlak van dierenwelzijn we stappen vooruit hebben gezet de voorbije 5 jaar. Maar op vlak van dierproevenbeleid ja, is het allemaal wat mager gebleven. En waarom is dat? Dat is natuurlijk omdat zowat alle politici een beetje onder de indruk zijn van de wetenschappelijke claim. Ja, maar wij zijn bezig met medicijnen om kanker te genezen en Alzheimer. Dat heb ik de minister ook wel gevraagd. Hè, omdat ja. Hij toont toch wel enige schroom ja. En wijst inderdaad op kankeronderzoek waarbij dit nodig is. Ja, en opnieuw, dus dat zijn natuurlijk allemaal ziektes waar dat we medicijnen voor moeten zoeken. Alleen, en dat heb ik ook gezegd aan Ben Weitz, we mogen ons gerust wel eens de vraag stellen, ja, maar al die dierenproeven die we uitvoeren, leidt dat effectief tot medicijnen? Leidt dat tot ongelooflijke inzichten om verschrikkelijke ziektes uit te roeien? En ja, die vraag is echt wel legitiem. Maar goed, dat kan een Vlaamse overheid toch vragen, hè, rapportage? Ja, maar... De KU Leuven is een instelling, een Vlaamse onderwijsinstelling. Kan de Vlaamse overheid dat niet vragen? Rapporteer eens over de resultaten? Wel, in principe is dat zelfs verplicht, maar het gebeurt eigenlijk niet. Dus men noemt dat een retrospectieve wie analyse. Wie schiet dan tekort als het niet gebeurt? Ja, het is het systeem in zijn geheel dat eigenlijk tekort schiet. Bijvoorbeeld, er is eigenlijk de plicht tot retrospectieve analyse, noemt men dat. Dat je eigenlijk eens terugkijkt. Ja, maar we hebben toen die dierproeven goedgekeurd. Dat mocht gebeuren, maar heeft dat nu eigenlijk tot iets geleid? En de zogenaamde ethische commissies, hè, die moeten daar eigenlijk over oordelen, moeten dat allemaal opvolgen, maar dat gebeurt vandaag niet. En die ethische commissies die moeten opgevolgd worden door de politiek en dat gebeurt ook niet. Hè. Dus je ziet dat het eigenlijk op verschillende niveaus ja, eigenlijk een beetje vrij blijkt, toch blijkt te zijn. Is het een oproep aan de volgende regering dan, om dat dan toch
beter te monitoren allemaal? Ja, absoluut. Hè. Sowieso, op vlak van dierproeven moeten we nu eens echt wat meer vooruitgang boeken. En ook kijken of er resultaat is, als het dan toch blijkbaar nodig is om uit te voeren? Maar wat in deze belangrijk is, is dat ook achterpoortjes worden gesloten. Het kan toch niet zijn dat de Europese regels, dat je die gewoon kan omzeilen door bijvoorbeeld naar Nairobi te gaan en daar eigenlijk experimenten uit te voeren die hier niet kunnen, met Vlaams onderzoeksgeld. Dus ik pleit er in elk geval voor, van zodra dat er Vlaams overheidsgeld wordt ingezet, dan moeten de proeven voldoen aan de regels hier in Vlaanderen. Dat is heel duidelijk. En het is misschien ook wel uw laatste pleidooi geweest, want u stopt met politiek. Gaat u het missen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat waarschijnlijk was het de laatste plenaire vergadering waar ik mijn vraag stelde over dierproeven. En het is wel vrij emotioneel. En ik zie bij andere mensen die zullen stoppen dat het emotioneel is. Dus dat doet ons wel iets. Oké, veel succes dan bij de volgende uitdaging. Bedankt Hermes Sanctorum. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal andere vragen gesteld. Onder meer over het M-decreet. Onder meer over openbaar vervoer in Limburg. Wat ze daar kennen als de Spartacus-verbinding. Al die vragen kan u vanaf zaterdag zien. Vanaf zaterdag 6 uur in De Lus. Dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.